Weet je wat ook leuk zou zijn? Als je gewoon naar mijn YouTube-kanaal gaat en even abonneert, oké? Leuk dat jullie weer kijken naar mijn vlog. Eigenlijk helemaal geen vlog, maar het is wel gewoon heel hip als ik zeg dat ik vlog. Eventjes. Ik geloof dat ieder mensenleven beter wordt van orchideeën. Ik weet ook niet waarom, maar... Zie je het verschil? Het is beter. En hij was in de sale. Anders had ik hem waarschijnlijk niet gekocht. Ja, 2,50 dus. Money well spent. Ga nooit dood. Als ik ooit een huwelijk word gevraagd, wil ik een bouquet met orchideeën. Niet zo'n één stengel. Of in je haar is ook heel mooi. Nee. Doe me een beetje denken aan die snaps de hele dag. Ik ben tot nu toe in mijn leven nog niet gevraagd. Ik weet niet wat de toekomst brengt. Ja, er is altijd een kans. Maar er is ook een kans dat je in je bikini ergens loopt. En iemand is aan het vissen en die haalt net zijn hengel terug. En dat er net die haak in jouw kut zit. Die kans is er ook, maar die is heel klein. De laatste tijd doet mijn vriend een beetje irritant. Omdat hij stomme vragen gaat stellen. Schat, als we ooit gaan trouwen, wie zou je dan als ceremoniemeester willen? Wil je in het buitenland trouwen of gewoon hier in Nederland? Maakt het uit? Hangt het daarvan af of je het wel of niet gaat vragen? Alsof ik er nog niet over nagedacht heb, weet je? Ik weet al lang waar ik wil trouwen. Ik weet al lang hoe de taart eruit ziet. Ik weet al lang wie er komen. Werk al lang. Weet je, ik hou van kletsen. Maar we gaan niet praten over de dag, zolang hier nog niks aan zit. Deze hand kan ik heel makkelijk omhoog en omlaag bewegen, omdat er gewoon geen gewicht aan zit. En zolang dat zo is, wil ik er niet over kletsen. Als het me nooit overkomt, ben ik net zo gelukkig. Vind ik niet erg als ik altijd deze achternaam hou. Toch al mee gepest mijn hele leven. Die dag is eigenlijk alleen voor de vrouw. Eigenlijk hoef je niet per se daar te zijn als man. Eén logische reden waarom een man echt zou willen trouwen wanneer een bruid zichzelf bewaart voor het huwelijk. Want dan mag je ride in de ponani, weet je? Ik vind dat tricky hoor. Je ziet je partner voor het eerst helemaal naakt. Heb jij een micropenis of? Je hebt heel veel schaamhaar. Oké, ja, dat verklaart een hoop. Ook al verwacht ik dat ik aardig strak ben beneden, omdat er nog niemand de grot heeft betreden, ik weet niet of ik daar heel gelukkig van ga worden. Dan is het lullig, echt heel lullig, als je partner er niks van wakt. Waarom zou je jezelf eigenlijk bewaren voor de huwelijksnacht? Zo'n huwelijksnacht moet gewoon, weet je, lekker go. Gewoon knallen. Dan gaat het niet gebeuren de eerste nacht. Het is geen fireworks. Het zijn geen strijkers. Het zijn gewoon van die sterretjes. Maar die hele kleintjes die voordat je ze echt aansteekt al op zijn. Dat idee moet je wel in acht houden als je dat bewaart voor de huwelijksnacht. Dat wordt hem niet hoor. Je wilt toch al een beetje dat je het kan dan. Want dan heb je zo'n prachtige dag gehad. En dan heb je zo'n knullige afterparty. Want stel die man die heeft zichzelf ook bewaard tot de huwelijksnacht. Dan is het echt anderhalve stoot en het is klaar. Misschien schiet hij al in je gezicht wanneer je broek omlaag trekt. Die kans zit erin. Dan wil jij een kusje opgeven. Zit je bek meteen vol. Dan gaat je bruidsmake-up. €90. Zo, door de gootsteen. Het moet ook wel een match zijn, hè? Want stel, je echtgenoot houdt van hele gekke dingen in bed. Ik bedoel gekke dingen als appels in elkaars anus drukken en dan proberen appelmoes te maken. Maar dan wel met stukjes. Compote is dat. Dat als je die appel er probeert uit te drukken, maar dan af en toe weer je anus zo fijn persen, dat hij dan niet terugschiet, maar dan net zo... Een stukje eraf perst. Moet je doen met een appel die niet heel rijp is. Maar een beetje een oude appel die een klein beetje al gerimpeld en zacht is. Die zijn makkelijk ervoor. Kruimige appels. Of zijn het met aardappelen. Maakt ook niet uit. Proberen met zulke appels. Dan kan je de compote maken tijdens de seks. Frizz and fruity, frickalicious. En jij bent daar niet van. Wat ga je zeggen dan? Oh, dat is niet helemaal mijn ding. Je kan niet eens een ding hebben, maar je bent nog maagd. Dus het is gewoon gek dat jij dat zegt. Je kan het gewoon net zo goed proberen. Ik heb eigenlijk wel eens een hele harde drollen en dan doet het pijn. Dus ik zie niet zo goed de noodzaak om er dan een appel in te duwen. Mag het in partjes? Nee, hele appel. Anders is het niet leuk. Jeetje, dit vind ik lastig. Of als je een nieuwe echtgenoot hele gekke geluiden maakt. Waar je niet op voorbereid bent. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, auw! Auw! Wow, gaat het, schat? Niet stoppen! Kom je nou klaar? Ja, misschien ook een beetje gepoept. Klim maar gaan, hè? Of dat die man dan het slipje naar beneden doet en hij schrikt zich helemaal de tering. Jij was echt maagd, toch? Ja, natuurlijk. Hoezo? Nou, waarom ik dat vraag? Het komt een beetje naar buiten. Je hebt er nog nooit wat in gedaan. Nog nooit wat in geweest. Nou, de douchekop heb ik er wel eens tegen aangehouden. Waarom wil je dat weten? Lijkt een beetje op een krop sla. Vrouwen hebben toch vier lippen maar? 1, 2, 3. Ja. Nee, het zijn er wel vier. Iedereen heeft een hoofdrol, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Zullen we even wachten? Morgen anders doen. Heb je er geen last van? Je kan gewoon fietsen met dit. Ja, natuurlijk. Oké. Ik vind het even nog een beetje riskant. Misschien moet je even naar de dokter met dit. Oké? Nobody's why.